dames en heren, welkom op de Flying Orca. Waarom ik zeg dat dit een hele unieke zaak is, is namelijk het beugelsysteem die erin zit. Dat gebruiken ze ook op een breakdance. De kopsteunen die er zitten maken hem heel erg uniek. Want de kopsteunen heeft een beetje van de decadence van Verwijk Buffkes. Het is gewoon heel uniek omdat dit niet zo veel wordt gebouwd of werd gebouwd door Heus. Dit soort vliegende olifanten, zeg maar dan met orka's erin. En waarom dat dit ook zo uniek is, is luister maar naar de motor die hem aandraait. Het is gewoon echt de Heus motor. En in Nederland hebben we ook zo'n hele unieke zaak. Het heet Bees en Bees. En dat is een soort van hopser. En dat is ook van Heus. En ja, wat zo leuk en uniek maakt aan deze zaak, is dat je hier gewoon G-kracht op kan trekken. Echt niet normaal. Het zijn gewoon leuke, unieke zaken waar ik ook gewoon met veel liefde in stap. Ook al zou je zeggen van ja, het is een kinderattractie. Dat is het ook. Maar omdat het gebouwd is bij je Heus, maakt het al grappig en uniek. Ofwel, de Flying Orca. En ja, dames en heren, dit was hem dan, de Flying Orca. Flying Jumbo, gebouwd bij je Heus. Altijd van die leuke, unieke zaken eigenlijk, dit.